naar nieuwe koeien. Ja, daar keken gewoon 1,4, 1,5 miljoen mensen naar. Ja, en dan hadden we een wensenrubriek en die heette dan de Fax voor Max. Want toen had je natuurlijk nog geen internet en noem het allemaal maar op. Eigenlijk niet, dus je had alleen de fax. En mensen stuurden massaal faxen in elke week met hun wensen. Soms kregen we 1500 faxen in een week en die moesten we allemaal nakijken. Nou, er zat altijd wel een leuke tussen, zoals deze van Max Kloosen uit Apeldoorn met zijn hond Scotty. Hallo, hey, ik ben Max. Dag Max. Hallo, Sylvia. Dag Sylvia. Nou, Max, jij hebt een fax gestuurd naar Max. En waar gaat het over? Nou, het gaat over mijn hond. Over jouw hond? Ja. Dat is hem? Dit is Scotty. Til hem eens even een beetje op, dat we hem goed zien. Dit is Scotty. En wat is er met Scotty? Nou, Scotty, als jullie begintjoentje begint, ja, van die twee, dan ligt hij rustig op de bank. En dan zit hij gewoon leuk naar te kijken. Dan zit hij gewoon lekker rustig naar te kijken. Ja. Dus als het beginmuziekje van Nieuwe Koeien komt, ja, dan is Scotty op zijn gemak. Dan is hij helemaal op zijn gemak. Ja. Alleen, dan krijgen we zondagavond. Dan komt het begintuuntje van Studio Sport. Ja. En dan is het huis te klein. Wat doet hij dan? Nou, dan jankt hij de hele boel bij elkaar. Dan begint hij te janken. Dan begint hij gewoon weg te janken. Laat eerst maar eens even dan die begintune van ons zien. Even kijken wat Scotty doet. Nou, dan gaan we dit even testen. Ik heb er eentje in zitten. Ja. Bij jullie begintuuntje. Oké. Nou, daar komt hij. Hij is rustig, hè? Ja, heel rustig. En dat doet hij altijd. Dan blijft hij gewoon zitten kijken. Nou, dan wil ik nu wel even zien wat er gebeurt als Studio Sport komt. Nou, ik zal hem even overzetten. Ja. Oké. Dus nu gaan we even kijken naar de tune van Studio Sport. Ja. Nou, gaan we eens even kijken wat Scotty gaat doen, hoor. Ik ben reuze benieuwd. De hoogste tijd dus voor een beetje warmte in Studio Sport. Ja. Ik zie het, ja. Dat is ongelooflijk, zeg. En dat doet hij alleen bij Studio Sport? Dat doet hij alleen bij Studio Sport. En dat is alleen omdat Jansma dreigt eraan te komen dan of zo? Ik denk het wel. Hartstikke bedankt. En wat jullie betreft hoop ik dat Studio Sport niet te veel uitzendt. Want je wordt natuurlijk gek in huis. Dag. Tot ziens. Dag.